Wie het hoogst kan bouwen, die wint. Rutger en ik krijgen elke ronde andere voorwerpen. Wie hiermee de hoogste toren kan bouwen, wint een prijs. Maar er is elke ronde een andere regel. Wie lukt het om de hoogste toren te bouwen en wint de challenge? Dat is echt niet leuk! Ik zou zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog en wat is de like goal, Rut? 12.834.438 miljoen en een half. Ik zie iemand trouwens niet een kleren aan heeft. Het is heel raar. Zo. Ik wilde zeggen, hierheen kijken. Ja. Als we de like goal halen, koopt Rutger elke maand één cadeautje voor mij. En Thomas staat al met het meetlint klaar, want de vraag van deze video is... Wie van ons is het langst? Hoe lang is iedereen dan, zeg maar? Dus hoe lang ben ik en hoe lang ben jij? Laat het in de reacties even weten en de juiste antwoorden krijgen een hartje. Dan gaan we nu beginnen met ronde nummer 1. In de allereerste ronde gaan wij deze Jenga-blokjes stapelen. We gaan eerst de toren omgooien en dan krijgen we hoe lang de tijd? 1 minuut. 1 minuut de tijd. En wie de hoogste toren bouwt, en dat is nu nog zonder handicap, die wint deze prijs. En het kan zijn dat je dit wil winnen, maar het kan ook zijn dat je het niet wil hebben. De tijd gaat in 3, 2, 1. Oké. Ik heb niet echt een techniek bedacht of zo. Ja, ik kan het natuurlijk zo gaan stapelen, maar dan kom je niet zo hoog. Oh, ga je zo stapelen? Oké, dat kan ook. Ja, hey. Ik ga iets anders stapelen. Oh, ik moet iets betere techniek. Oh. Ho, stop! Wil jij dit geluid laten afgaan hier thuis? Dan moet je het volgende doen. Er staat hier namelijk een teller en die staat gewoon al op 904.000 abonnees. Dat betekent dat hij sinds de laatste video al 3 keer is afgegaan. Ik zou zeggen, check hier beneden eventjes of je al bent geabonneerd. En zo niet, doe dat gelijk. Want elke keer als we 1000 abonnees dichter bij de 1 miljoen komen, dan gaat dit alarm af. Ik denk dat ik vast oordopjes ga kopen. Laten we snel verder gaan met de challenge. Zo. Valt al om! Niet tegen de tafel stoten! Oh, ik denk dat ik deze prijs wil winnen, dus ik ga echt heel erg mijn best doen. Oh, je bent al hoger! Nee! Hey, hoe lang heb je nog? Nog maar 20 seconden! Ja! Oh, dit gaat best goed, dit gaat best goed. Oh, jeetje. Dat is slim, verdorie! 5, 4, 3! Ja! Nou, laten we eens eventjes gaan meten wie de hoogste toren heeft. Ik heb hier een soort van ruïne liggen, dat is mijn toren. En hoe hoog is die? 8 centimeter. Nou, ik vind het best knap. 8 centimeter. Heel knap. Laten we eventjes gaan meten. Even kijken hoor. 23 centimeter. Nou, wat een close finish. Maar dat betekent dus dat jij ronde 1 hebt gewonnen. Yes! Ook ben heel benieuwd wat erin zit. Nou! Wat is het? Dit is heel leuk. Een multihok. Een vogelhuisje. Een hulk. Een multihok. Het is een vogelhuisje. Oh, maar kijk, het lijken van die Jenga-blokjes. Nou, wat een toepasselijke prijs. Maar ik wil het weer pakken. Inderdaad, geef hem terug. Dit was pas de eerste ronde. Laten we opgaan naar ronde nummer 2. Lekker. Voor ronde nummer 2 moeten we onze innerlijke rust bewaren. We moeten namelijk deze stenen op elkaar gaan stapelen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind daarom dat we iets langere tijd moeten hebben. Laten we voor ronde 2 minuten doen. Oké, dat gaat mij lukken. Want ik wil deze prijs winnen. Ik heb het gevoel dat hier iets heel leuks in zit. De tijd gaat in 3, 2, 1. Oké, 2 minuten. Ik denk dat ik begin met platte grote stenen van ondergrond. Ja. Ik heb er al 2 op elkaar. Veel moeilijker dan ik had verwacht. Oh nee! Ik heb al 3 stenen. Die tafel gaat heen en weer. Zo zenuwachtig van. Oh, we hebben nog 30 seconden. Ik probeer er nog 1. Doe niet! Hey! Dat is echt niet leuk. Oh nee! Oh, wat een drama dit. 3, 2, 1, stop! Nou, wat een spannende ronde. Ja, ongeveer 10 centimeter. Ongeveer 18 centimeter. Ja, jij hebt gewonnen. Je mag ik hem heb uit gaan warm pakken. Van. Maar voordat je hem uit gaat pakken, we moeten iets heel belangrijks bespreken. Want op 10 mei wordt de top 3 bekendgemaakt van de kindersjury. En jullie hebben zoveel gestemd dat de kans, ja, er denk ik wel mag zijn dat wij in de top 3 staan. En als we in de top 3 staan, dan gaan alle stemmen weer op 0. Dus ook al heb je gestemd, dan telt je stem niet meer mee. En kun je dus opnieuw stemmen op de tijdmachine. Dus kijk je deze video
video op 10 mei of later. Check dan eventjes de reactie beneden. Er staat een link in. En kijk of je op ons boek kan stemmen. Ja, dat zou echt vet zijn. We hebben jullie hulp nog één keer heel hard nodig om die grote prijs te winnen. Ga dus vanaf 10 mei naar kinderjury.nl om te checken of de tijdmachine in de top 3 staat. Breng je stemmen uit en dan weten we gewoon binnen een week of de tijdmachine het beste boek van het jaar wordt. Ik hoop zo dat we in de top 3 staan. Ik hoop het ook. Deze video komt op dinsdag online, dus nu weten we nog niks. Nu mag jij hem uitpakken of zal ik het voor je doen? Nee. Oh. Wow! Dit is een hele vette edelsteen. Nou, dit ziet er wel heel lekker uit. Het ruikt ook lekker. Hier voor ons liggen Oreo's. En wij moeten hier dus mee een hele hoge toren gaan bouwen. Of misschien niet, want we weten niet wat er hier als prijs onder zit. Nou, ik wil het wel even zien. Oké, vooruit. Ja? Ja. Dat is een veel! Oh. Dit wil jij wel winnen. Maar dit wordt geen makkelijke ronde, want wij krijgen een handicap alle twee deze ronde. Jij mag als eerst. Ook nog, oké. Deze. Ik ga voor deze. Nee! Nee! Bouwen met één oog dicht. Nou, ik heb het nog moeilijker. Wat dan? Bouwen zonder te kijken. Ah. We krijgen 2 minuten en de tijd gaat in 3, 2, 1. Ik heb één oog dicht. Oké, de eerste. Ja, maar hoe weet hij dat jij niet vals speelt? Ja, de kijkers zien dat. Ja. Ik heb mijn ene oog dicht. Ik had verwacht dat dit makkelijker zou zijn met Oreo's. Oh nee, dit is zo moeilijk! 1 minuut en 10 seconden. Hoe hoog zit jouw toren al? Ja, ik denk 30 centimeter. Maar Rutje, jij bent wel heel hoog al. Nou. Nee! Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 30 seconden. Ik denk gewoon dat ik het zo ga laten, want die van Rutger komt echt niet hoger, denk ik. Het leeft gewoon niet. 6. Ik word helemaal gek. 5. 5. Ja. 4. 3. 2. Zo. 1. En de tijd is om. Wow, hoe hoog is die? Ja, ik vind het ook best knap. Ik had het niet verwacht. Oh, nee. Nee. Nou, nu wordt het spannend. Nee. Kijk. Oké, ik ben het met je eens. We doen alle twee een likje. Ah. Oké, ik ga eerst. Eel! Zout! Nou, Vince, ik vond het heel gezellig. Wij gaan door naar de volgende ronde. We moeten het even snel opeten, zodat we naar de volgende ronde kunnen gaan. En in de volgende ronde gaan wij Red Cups stapelen. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, dus ik ben benieuwd wat de beste tactiek gaat zijn. Ja, en ik ben benieuwd wat het cadeau is, want is het iets leuks of is het iets wat we niet willen hebben? Hoeveel tijd krijgen we? 1,5 minuut, vind ik. Oké. De tijd gaat in 3, 2, 1 en bouwen maar! Oh, oké. Dat is een bepaalde tactiek en ik weet niet of het slim is. Ik heb een perfecte tactiek. Ik weet wel helemaal hoe ik dit ga doen. Kijk eens even. Is jouw tactiek wel slim? Nee. Ik ga voor de piramide tegemoet. Het is echt heel hoog. Oh nee, hoe lang hebben we nog? Nee! Nog maar 30 seconden, ik zoom even de camera uit. Oh, je ziet nog steeds niet hoe hoog ik ben. Hey, wat een tactiek heb jij ineens? Oh, nog 11 seconden. 11 seconden. Oh nee. Stop. Het is weer nog heel hoog. Kijk eventjes hoe hoog deze torens zijn. Wow. Maar welke is het hoogst? Zullen we eerst die van mij meten? We komen ongeveer op 1 meter 23. En hier komen we op 1 meter 22. Conclusie, ik kan gewoon niet meten, want we hebben evenveel bekers op elkaar gestapeld en het zijn allemaal dezelfde maten. Dus wij mogen dit cadeau delen. Een jellyfish mood lamp. Met kwallen? Nou, dit gaan wij later nog even in elkaar zetten en we delen nog een keer hoe dat eruit ziet. In de volgende ronde gaan we knuffels stapelen. Dat lijkt me heel erg moeilijk, maar de prijs is daarom ook extra leuk. Degene die wint mag Paco de knuffel aan jullie weggeven. Ja, en wat moet je daarvoor doen? Je moet een screenshot maken van de persoon die zometeen deze challenge gaat winnen. En die stuur je naar ons op Instagram of TikTok en dan kiezen wij iemand uit die de knuffel toegestuurd gaat krijgen. Leuk! En om het extra moeilijk te maken is de handicap terug, dus ik ga voor deze. Ik ga voor deze. Bouw met één hand. Min 20 seconden de tijd. En we krijgen 1 minuut. Dan heb ik maar 40 seconden. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en de tijd gaat in. Oké. Knuffel 1. Oeh, ik denk dat ik net als met de Red Cups gewoon een goede ondergrond eerst ga maken. Oeh, ik heb nog maar... Oh, jij gaat heel 15 hard. 15 seconden de tijd. Dit is toch onmogelijk? Ah, ik word gek. En even kijken. Rutger moet nu stoppen. Nee, dan stort hij net in. Oh, ik hoef niet veel hoger te maken. En de tijd is om. Nou, dat betekent dat... Ik heb gewonnen. Jullie weten wat jullie moeten doen daarvoor. Ik ga even poseren voor de screenshot.
Nou goed, laten we doorgaan met de volgende ronde. In de volgende ronde gaan wij deze onion rings chips stapelen. Onion. N-J-I-N. Onion. We krijgen in totaal 2 minuten de tijd hiervoor. En we gaan het natuurlijk wel met handicap doen. Is er ook een briefje met gefeliciteerd? Je hebt geen handicap? Ja, plus 15 seconden. Min 15 seconden. En de persoon die de hoogste toren bouwt, wint deze prijs. En hij is heel groot. Ik ben benieuwd wat erin zit. Wow. We gaan beginnen in 3, 2, 1 en start! Oké, zo. Je moet gewoon heel rustig. Ga je nu alweer afkijken? Ik, nee, ik ben gewoon benieuwd hoe hoog jij al zit. Oh, dit wordt wel lastig, merk ik nu al. Oh, nee! Oh, ik ga gewoon 4 torens maken voor een goede ondergrond weer. Ik ga gewoon weer de piramidetechniek gebruiken. Oh, en we hebben minder dan 1 minuut. Nou, hij wordt best hoog al hoor. En ik moet stoppen. Oké, ik ben best trots. Oh, ik moet nu de versnelling inzetten dan. Nee, niet doen! Dat is echt niet leuk! Dat is gewoon echt niet leuk! Nee! Je hebt nog 5 minuten! Oh ja! Ik mag nog door! Ga door! Verdorie! Ja, nu is de tijd om. Om de tijd! We hadden zo'n mooie toren. Jij hebt gewonnen. Jammer dat je zo vals speelde, anders had jij gewonnen. Oh, dit wil jij heel graag. Wat is dit? Een bellenblaasmachine. Nou, dit ga ik als wekker instellen. Denk ik koppelen aan mijn wekker. En hij is low power consumption. Dan kan ik hem heel de dag aanzetten. En voor de volgende ronde gaan wij deze... Oh. Kaarten stapelen. En omdat dit natuurlijk heel erg moeilijk is, krijgen wij 2,5 minuten tijd. Zo lang. Ja. Dan is er ook meer tijd om te laten instorten, maar goed. Laat het even weten, wat denken jullie dat hierin zit? Ik ben benieuwd wie het goed heeft geantwoord zometeen. Laten we gewoon beginnen in 3, 2, 1 en de 2,5 minuut gaat in. Oké. Ik weet dus niet eens hoe mensen dit doen. Behalve dat ze het zo tegen elkaar zetten. Ik word nu al helemaal gefrustreerd hiervan. Yes, ik heb er... Oh, nee! Wow. Hey, nee, het is bezet, deze tactiek. Hoe lang hebben we nog? 1 minuut en 10 seconden. Ja. Ik heb een heel goed idee. Je gaat gewoon alles op elkaar leggen. Oh, en we hebben nog maar 40 seconden. Bouwen, sneller. Nog 20 seconden. Kijk, hoe lang hebben we nog? Nog... Oh, nee! De tijd is op. Nee! Stoppen. 15 centimeter. Oei. Net iets onder de 15 centimeter. Yes! Ja. Wat zit erin? Heel graag wil ik dit. Een Elite Trainer Box. Een Pokémon kaartset. We gaan door naar de laatste ronde. En voor deze ronde gaan we de grootste prijs winnen. Maar we gaan ook bouwen met de grootste voorwerpen. Voor de laatste ronde gaan wij bouwen met deze enorme kartonnen platen. Die ik ook voor het doolhof van Paco had gebruikt. Maar dit is toch super moeilijk? Hoe kan je hier een toren mee maken? Want het zijn geen dozen of zo. Je kan het niet stapelen. Want dan valt het gewoon op. Nou ja, dat mag jij dus gaan uitzoeken. Oh. Hoe lang krijgen we de tijd? Wat zullen we doen? 4 minuten? Is goed, 4 minuten. De tijd gaat in 3, 2, 1. Daar gaan we, de 4 minuten zijn begonnen. Oké. Okay. Ik denk dat ik de kaartenhuistechniek ga gebruiken. Oh, even kijken. Ik heb wat een idee. Oh, ja, ik heb een briljant idee ineens. Oh. Hé, hey, pas op hè. Oh. Oh, wat een goed idee. Waarom is nou de ene langer dan de ander? Ik snap het niet. Waar is Thomas nou weer heen? Ik heb even een ladder gepakt. Slim weer. Hij wordt al heel hoog. Ik ben zo blij dat ik een ladder heb. Dit wordt echt heel hoog. Nee! Dit is echt bizar hoog. Nou, wat ziet dat er mooi uit. Bedankt. Ik denk dat mijn ladder niet hoog genoeg is. Oh, ik vind het heel eng hierboven. Nog 1 minuut. Oh, dit is zo eng hierboven. Alsjeblieft, val niet van die ladder. Oh, alsjeblieft, val niet om. Oh. Wow. Nee. En de tijd is om. Nee. Oh. Wat een dramatisch einde. Nou, hier zie je het resultaat van mij. Helaas viel het op het laatste moment om, maar kijk eventjes hier. Moeten we dit nog gaan meten, denk je? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat ik het wel zie. Heel zielig dat hij van jou is ingestort. Ik denk dat het heel satisfying is om hem om te gooien. Dus ga je gang in 3, 2, 1. Wow! Yes! Ik heb eindelijk gewonnen. Maak het maar over. Terwijl Rutger het overmaakt, zou ik zeggen, check eventjes zijn kanaal als je meer van Rutger wil zien. Doe een duimpje omhoog, is het gelukt? En ja. Dankjewel. En ik zie jullie volgende week dinsdag weer. Doei. Ik ga sparen.